In de Freedom Week van Sublime krijgen we heel veel leuke platen ingestuurd van mensen die heel graag een reis naar Australië of Nieuw-Zeeland willen winnen. Een van die inzenders loopt hier nu rond in dit winkelcentrum en weet niet dat ik hier ben. Spannend, 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 spannend. Hallo, Tom Vink uit Wijchen? Ja, klopt. En dit moet Debbie zijn? Ja, dat klopt. Weet je nog wat je hebt ingestuurd? Ja, een Danny BJ van Basisoko. Waarom? Ik vond het geniaal, geniaal nummer, ja, vandaar. Lastige songtekst ook, hè? Ook, ja, zeker, zeker. Ja. Jij wint die reis als het jou lukt om jouw favoriete Freedom plaat hier in het winkelcentrum live te vertolken. En dan deze keer zonder te lachen. Ja. Kom maar mee. Akira ya oya, akira leka tama, tama, tama. Het hele winkelcentrum is inmiddels leeg. Ja, mensen zijn weggerend hier inderdaad. Ja, maar je was wel een beetje aan het lachen, hè? Beetje wel, ja. Maar dat kan ook bijna niet anders op dit nummer, toch? Nee, dat is waar. Het is ook natuurlijk je eigen vrijheid, je eigen freedom die je dan laat zien in die plaat. En je doet het wel even. Ja, toch maar even gedaan. Tom, mag ik jou van harte feliciteren? Want jij wint die reis naar Australië of Nieuw-Zeeland! Oh, echt, dankjewel. Debbie schiet helemaal vol. Kijk, Debbie heeft het zo verdiend. Ja, wij wilden eigenlijk al veel eerder op reis, maar... Ja, doordat ik een auto-ongeluk heb gehad, is dat er nog niet van gekomen. Ja, thanks Sublime. Ik ga nooit meer iets anders luisteren. Oi, oi, oi.